bij Witte Wolf Medium Licht uit. Ik ben ECD. Ik wil vandaag iets vertellen over zwarte magie en dan de vorm van via aanraking. Het is volgens mij een hele onbekende vorm van zwarte magie, maar bestaat wel. Het komt zeker voor bij mensen. Zwarte magie via aanraking betekent dat, nou ja, in plaats van dat mensen iets maken en het in je eten en drinken doen of op afstand sturen en dat soort dingen, maken mensen iets en dat smeren ze dan aan hun handen. En vervolgens geven ze jou een hand- of schouderklop, waardoor je dus zwarte magie op je hebt. Mijn ervaring leert hier in de praktijk dat dat invloed heeft op je handelen, als je zoiets op je krijgt. Dus op zich kan ik dat wel linken, want als je iets krijgt via eten en drinken, dan beïnvloedt het je van binnenuit. En als iets je dus heeft aangeraakt of een hand geschud, dan beïnvloedt het je handelen. Zo kan ik hem onthouden. Dat is een vorm van hoe je dat op je kan krijgen. Het doeleinde ervan is ook meestal dat je gewoon dingen voor jezelf dus verpest. En anders waar het je maar pakken kan beïnvloeden. Er is nog een andere variant van aanraken en dat is dat je het wel degelijk aanraakt, maar dan met je schoenen of je loopt er overheen. Dat is ook, dat noem ik ook aanraking, zwarte magie. Dan worden je meestal je voeten beïnvloed omdat je er zo specifiek overheen loopt. En dat betekent dat je dus letterlijk niet meer vooruit komt of dat je heel erg pijn krijgt aan je voeten en benen en daar problemen mee krijgt. Het is wat minder op je handen gericht, maar het kan wel. En dan de derde vorm dat me even te binnen schiet is dat mensen ook wel eens dat spul dat ze dan op hun handen smeren, dat kunnen ze ook smeren aan je deurklink, om het even lekker veilig te maken. Meestal als dat gebeurt en je raakt die deurklink dus aan, dan doet het iets met je hand, letterlijk. Net zo letterlijk als op je voet, je hand gaat verkrampen, doet het niet meer, je laat dingen vallen. Het is best wel letterlijke zwarte magie, omdat je het zo letterlijk aanraakt. En als je het hebt over de vorm die ik als eerste noemde, dat iemand een schouderklopje geeft, die vorm pakt je meestal weer waar het je pakken kan. Dus lang verhaal kort, schouderklop, pak waar hij je wil pakken, handje geven of deurklink, je handen, de gezondheid van je handen worden beïnvloed, maar ook andere dingen, zoals geld. Geld makkelijk uitgeven. Handelen. En dan de variant van eroverheen lopen en dan worden je voeten dus aangevallen. Dat je niet meer vooruit komt, letterlijk en figuurlijk. Of een van de twee. Dus vandaag deze bijzondere vorm en nare vorm van zwarte magie. Die je natuurlijk ook hier weg kan halen of kan laten checken. Maar daar wou ik gewoon even over vertellen, want je kan er maar beter bewust van zijn, denk ik. Dan niet. Dus ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd. En abonneer vooral om niks te missen. En tot de volgende keer.